Goedemorgen. Hey kipjes. Oh, goedemorgen Shibi. Dag schat. Kom. Ja, goedemorgen. Ja, wacht maar. Wachten. Dat is voor de kipjes. Kipje, wacht hè. Allee, ga naar daar. Ga naar daar. Nee, Sjapie. Heel even wachten. Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag 7 november en ik ben me nu eventjes aan het klaarmaken om een video te filmen. Ik ga vandaag de Sourcebox video filmen, waarin ik dus alle snoepjes die daarin zitten ga proeven. Quinn is hier, dat zullen jullie wel al gehoord hebben. Hij gaat ook in de video voorkomen, want ik ben momenteel aan het babysitten op hem. Ja! Ga je meedoen? Ik ben nu nog eventjes snel alles aan het klaarzetten. Ik heb al de lampjes aangedaan. Ik moet meedoen met het typisch YouTube achtergrond gedoe. Dus ja. Ik ga nu ook nog eventjes een plant hier ergens zetten. Dat is ook mooi. We gaan deze plant daar zetten. Dat is de mooiste. Niet daaraan komen. Af. Goed. Quinn. Ofwel in beeld, ofwel uit beeld. Oké, bye. Ik heb Quinneke nog eens zo'n video te maken hierover. Ik heb net een pakje ontvangen. Postbode belde aan, de bel ging en het was een cadeau voor mij. Dit is het. Ik weet wat erin zit, want een paar dagen geleden hebben Stijn en Elke van Veganistisch Koken mij gecontacteerd. En ze vroegen of ze mij hun nieuw boek mochten toesturen. En natuurlijk mag dat. Dus dat is het boek. Amai, dat is echt een super dik boek. Dat had ik niet verwacht. Dit is het boek van hun. No Milky Way. En hierin staan allemaal vegan desserten en zoetigheden. Hey Sarah. Hallo, kom eens hier. Oh, je bent zo nat van de regen. Dit is Sarah. Die hebben jullie nog niet zo vaak gezien in mijn video's. Maar dit is dus mijn lieve kat. Shanti. Oh, je bent helemaal nat. Ga maar in mijn bedje liggen, op het dekentje, hè. Hier zien jullie een foto van Stijn en Elke. Ze zijn echt super lieve mensen. Oh, kijk. En allemaal vegan, hè. Wauw. Tiramisu. Echt een heel mooi boek. Hebben ze echt super goed gedaan. Dit is misschien een leuk idee om te doen tijdens Vlogmas, want ik ben van plan om dat te doen. Misschien weten sommigen niet wat dat is, maar dat is dus dat ik in december elke dag een video post tot Kerstmis. Dus op 1 december vlog ik en dan 2 december komt de eerste video van Vlogmas erop. En zo gaat dat dan tot Kerstmis en alle video's zijn zo'n beetje in de kerstsfeer. Dus het is eigenlijk een manier om gewoon excited te worden voor Kerstmis. En ik wil dat dus heel graag gaan doen. En misschien kunnen we dan in een van die video's iets een receptje proberen. Van het boek van Stijn en Elke, hè. Ik heb besloten om toch nu al een recept uit het boek te testen. Want het regent buiten heel fel. Ik was normaal van plan om mij wat bezig te houden bij het kippenhok. Maar in dit weer heb ik daar eventjes geen zin in. Ik heb het al super koud. En ik ga voor de chocoladetaart. Dus ik ga die bakken voor mezelf, voor mijn mama en voor een vriendin die vanavond langskomt. Het is nu 2 uur. Ze komt pas om 7 uur. Dus tegen die tijd heb ik dat al lang klaar. En dan kan zij ook eens proeven of het lekker is.
Oké, dus ja, dat was een fail. Wij hebben echt zo slecht materiaal hier thuis. Die prul, die werkt totaal niet. En ja, nu moet ik dus overschakelen naar dit. De Kenwood. Dat gaat wel een heel irritant taakje zijn om dat zuiver te maken. Maar ik heb even geen andere optie. Dus we gaan nu overschakelen naar dat. Het is een paar uurtjes later. Ik ben net terug van bij de post, want ik ben alle pakketjes van de webshop gaan posten. De taart is ongeveer klaar. Ik heb die daar straks uit de oven gehaald en laten afkoelen. En ze zijn gelukt, gelukkig. Normaal moest ik voor het glazuur van die heel romige kokosnootmelk gebruiken, maar dat heb ik niet. Maar ik heb gelukkig wel dit. Dat is slagroom. Op basis van soja. En ik denk dat daar ook wel lekker bij gaat zijn. Dus ik ga het gewoon mengen met wat cacao of wat suiker of zo. En dan zien wat ik ervan kan maken. Hier is één deel van de taart. Ziet je? Heel goed gelukt. Tada! Kijk eens wat een meesterwerk. Ziet dat er niet goed uit? Oh. Jammer genoeg ben ik alleen thuis. Dus ik heb geen kandidaten om met mij de smaaktest te doen. Maar alleen kan ik dat ook. Wauw, dit gaat zo lekker zijn. De cake is echt super luchtig. Oh, zo lekker. Mm, ik heb nog wat extra glazuur genomen. Mm. Als iemand een stukje taart wil, ik heb genoeg voor iedereen. Kom maar allemaal op bezoek. Ik ga nu beginnen koken voor mijn vriendin die langskomt. Want die komt rechtstreeks van het werk. En ja, het is mijn plicht om haar te voeden dan. Dus dat ga ik nu doen. En dan erna gaan we samen chillen. Dus ik ga hier de video eindigen. Laat me weten of jullie uitkijken naar Vlogmas. En dan hoop ik dat ik jullie weer zie in de volgende video.